Mijn nummer 1 tip om je levensdoel te vinden of duidelijkheid te krijgen over jouw levensmissie. Dat is dat je kijkt naar de signalen die je in je leven hebt. Als kind ben je waarschijnlijk al bezig geweest met bepaalde dingen. waar je gewoon in opging in je kindertijd al. Heel vaak zijn dat al de bouwsteentjes. voor de dingen die eigenlijk jouw levenspad zijn of jouw optimale levenspad zijn, jouw levensmissie. Dus. Daar heb je al wat indicatie. Waar was je als kind al mee bezig of, of gefascineerd mee bezig als kind? Vaak zijn daar al de bouwstenen gelegd voor wat eigenlijk jouw optimale pad is. Een ander puntje is dat wanneer je bezig bent met dingen die in het verlengde liggen van jouw levensdoel, dat je dan een bepaald gevoel kunt ervaren. Dus als je beslissingen neemt. Die in het verlengde liggen van jouw levensdoel, die je dichterbij bijbrengen bij het bereiken van jouw levensmissie, dan kun je een bepaald gevoel ervaren. Je ervaart een, een gevoel van passie of misschien een, een tinteling op je, op je lichaam. Er is een bepaalde sensatie die een indicatie is. En met de tijd kun je dat leren herkennen. Als je op een bepaald kruispunt stond in je leven en je nam een bepaalde beslissing. Kun je ervaren hebben dat je een bepaald gevoel daarbij had nadat je de beslissing hebt genomen? Nou, dat zijn vaak indicaties dat je iets aan het doen bent. waarbij je jouw leven terug op het verlengde brengt van jouw optimale pad. Het pad van jouw levensmissie op weg naar jouw levensdoel. Als je hebt genoten van deze video, zou je me heel groot plezier doen. door me dat te laten weten, door me een duimpje te geven. En als jij een bepaalde vraag hebt over de extra mogelijkheden van een menselijke geest. Laat die dan gerust weten in de reacties onder deze video. En misschien beantwoord ik jouw vraag dan wel in een volgende video. Ook als je op de hoogte wilt blijven van de volgende video's, abonneer dan zeker op mijn kanaal en dan krijg je als eerste bericht wanneer mijn volgende video voor jou klaar is.